Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er ligt een krachtig hoge drukgebied boven het westen van Europa. Het centrum ligt op de grens tussen Nederland en België. De luchtdruk is daarbij zeer hoog, boven de 1045 hectopascal. En zo'n hoge luchtdruk hebben we al in bijna negen jaar tijd niet meer gezien. Het is niet extreem hoog, we hebben wel eens hogere luchtdrukwaarden gehad, maar het is wel zeer uitzonderlijk. Sowieso heeft december veel hoge druk gekend. De gemiddelde luchtdruk over de hele maand is 1028 hectopascal. En dat is wel een record. Dat heeft zich ook gekenmerkt door rustig weer een groot deel van de tijd. Sommige dagen was het flink zonnig, andere dagen hadden we weer te maken met hardnekkige nevel, mist en laaghangende bewolking. En vandaag is een dag uit de laatste categorie. We zien het ook op de satellietfoto: een groot deel van Nederland en België en ook delen van Duitsland hebben te maken met die nevel en mist. Boven Frankrijk, daar zien we heldere condities en ook boven Engeland trouwens, dat daar zit wat drogere lucht. En die drogere lucht die gaat geleidelijk zich ook uitbreiden onze kant op. Heeft ook allemaal te maken met de luchtdrukverdeling. Op dit moment dus het centrum van de hoge druk dicht bij ons land. In de komende 24 uur zien we dat de kern van het hoge drukgebied naar het oosten gaat schuiven richting Zuid-Duitsland en uiteindelijk naar Tsjechië toe. Met een zuidelijke wind komt dan die drogere lucht vanuit Frankrijk onze kant op. Komende nacht gaan we er al wat van, we al wat van merken. We zien dat er meer opklaringen komen. De nevelen mist verplaatsen zich in eerste instantie naar de noordelijke helft van het land, maar uiteindelijk zal ook daar het zicht wel gaan verbeteren. Op een aantal plaatsen kan het nog steeds wel mistig zijn. De minima komen uit tussen de 0 en plaatselijk min 5 graden, maar dat hangt er wel vanaf hoe snel de mist oplost. Morgenochtend gaat uiteindelijk de nevel mist bijna overal wel verdwijnen. En dan schijnt eigenlijk de zon behoorlijk. Het wordt zo'n 3 tot 5 graden, en dat alles bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dan vrijdag, opnieuw een zonnige periode na een nacht met lichte tot later lokaal matige vorst. In de loop van de vrijdag komt er steeds meer bewolking vanuit het noord Noordwesten, maar we zien een groot deel van de dag nog wel de zon geregeld. Het wordt zo'n 2 tot 4 graden bij een matige zuidwestenwind. Zaterdag, Oudjaarsdag, dan is het overwegend bewolkt, maar nog wel droog, bij een graad of 4. En tijdens de jaarwisseling is het waarschijnlijk ook nog droog, maar later in de nieuwjaarsnacht dan volgt er een storing vanuit het westen die wat lichte regen of mondregen gaat brengen. Die storing trekt tamelijk langzaam op nieuwjaarsdag over het land. Pas tegen de avond bereikt die ook Limburg en dan zou daar in de Limburgse heuvels misschien een klein beetje natte sneeuw kunnen vallen. Middagtemperatuur op de nieuwjaarsdag tussen de 3 graden in het oosten en 6 graden in het noordwesten van het land. Dan kijken we nog even verder vooruit. Op de langere termijn zien we geen echt winterweer in de katen zitten. In de nachten kan het wel licht vriezen, overdag is het een graad of 5. Eigenlijk al met al normale temperaturen voor het begin van januari. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl